jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Deneske, en vandaag een video met live Call of the Ghost gameplay. En vandaag is het wat Hunted gameplay op Strike Zone. En ik dacht van laten we eens een keer wel Hunted doen, want ik doe zelf nooit geen Hunted. Ik heb het één keer gedaan om een serie die ik had, dat was van elke game mode een keer te spelen. En ik vond het niks, en heel veel mensen ja, die zeiden ook al van ik speel het eigenlijk ook nooit, en bladibladabla. En het is volgens mij helemaal gekut aan. Maar, we gaan het gewoon proberen. En hopelijk kunnen we gewoon een beetje leuk scoren inzetten. Gewoon een keer wat anders. Hunted, weet ik veel. Kan grappig zijn. Oh shit, hoeveel enemies. En hoe weinig ammo. Kan ik beter zeggen. Jezus. Oh fuck. Nee, ik dacht. Oh, wacht. Mij. Hoppakee. Nou, dat is niet verkeerd. Oh. Hoppakee. Ik denk aan weg. Oh, ik zie niks. Nou, volgens mij is het best een chille game mode. Dat je gewoon echt als een team bij die dingen campen. Hey, mag ik even erdoor, dankjewel. Dan kun je volgens mij best wel lekkere scores neerzetten. Als jij gewoon zorgt dat hun geen wapens kunnen pakken. Alleen, nu zit ik dus ook low in ammo. Hoppakee. Hoeveel kills heb ik nou eigenlijk al zonder dat ik iets doe? 6-0. Nou, zonder moeite. Alleen, toen had ik dus geen ammo meer. Shit. Oh, nee. Waarom mijn 6 kogels, alsjeblieft zeg. Pak dit ding. Goed zo. Vector, 11 kogels. Dan gaan er al op vooruit. Het volgende wat ik pak heeft hoeveel kogels? Snel. Yo, dat is wel dikke shit. Oh, dat is een Vapper. Ik dacht heel even dat dit een... Oh, crap. Ik zie niks. Hoe heet dat ding? Wat ik in mijn hoofd had. Wat? Oh, ik dacht dat ik 0 kills had. De MSBS. Dat dacht ik in eerste instantie heel even. Dat lijkt er zo best wel op. Even serieus. Ga nu niet zeggen dat het niet zo is. Oh, waarom gooi ik al die dingen daar weg? Dat is niet handig. Oh, jongen. Dit ding schiet ook niet als je op R1 of R2 duwt. Lees deze 4, hè. Controller. Niet gameplay. Nou ja, waar is die volgende doos? Die is daar. Waarom ga ik nu de doos doen? Ik zit heel denken, waar moet ik heen? Oh ja, ik moet daarheen. Best wel irritant spelen. Ik heb nog 31 kogels, dat is best veel. 23. Ik moet oppassen voor die pistooltjes. Het is laat, jongens. Ik krijg spraakgebrekken. Nee, maar die pistooltjes zijn poep. Alleen als ze heel dichtbij je staan, dan ben je volgens mij ook echt in één kogel dood. Dat is eigenlijk gewoon een shotgun. Het is veel te stil. Waar de fuck zitten die mensen? Al lang weer bij de volgende kist waarschijnlijk. Team is dat 10-0. Ik had gehoord dat je hier ook geen camp kon halen. Wat? Niet dood? Wat de heck is dit? Oh ja, het is natuurlijk nog steeds een submachine gun. Dus range heeft hij niet. Snel. Ik heb niks. Oh, dat vind ik wel chill dat ik dit ding wil krijgen. Dat vind ik echt een fijn wapen. Dat had ik net ook al. Dat was mijn eerste wapen. Oh jongen, gek. Dat ben ik. Ben ik gek of zo? Oké. Oh, wat is dit nou? Oh, het is beurs. Fantastisch, man. Ik kwam pas laat achter dat hij überhaupt beurs was, maar oké. Okay. Ah, ik heb al geen kogels meer. We kunnen er nou moeilijk naartoe, dus ik doe iets geks. Scheid hebben, weggooien. Nee. Ja, hé, ik heb geen zin om dood te gaan. Ik sta 11-0. Ik ga nou toch dood. Ik ga erop af. Oh, nice. Ik hoop eigenlijk dat die mensen een beetje slecht zijn, maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Die team heeft mij wel, want het is gewoon... Oh, deze pistool is natuurlijk. Ik kon niet schieten. Nee, waar is het afgelopen? Nee, no way. 14-0, ik had gewoon in mijn hoofd van... Lekker beetje voorzichtig spelen, dit komt wel goed. Oh, dit ding heeft 4 attachments, no shit. Oh shit, dat wist ik niet eens, man. 14-0 en degene die boven mij staat is een hacker. Dus dat is zeker niet verkeerd. Ik hoop dat je het leuk vond, als je het leuk vond, laat een like achter. En misschien dat ik hier nou nog een match doe, dus dat weet ik niet. Maar misschien dan tot zometeen. En anders tot de volgende keer. Houden we. Yo jongens, ben ik weer. En nu heb ik weer voor jullie een nieuwe, wat is het ook weer? Hunted game match, ding, play, weet ik hoe je het wil noemen. In ieder geval, het is gewoon back-to-back, dezelfde lobby. Alleen een andere map. En ja, er zal waarschijnlijk wel iemand geleefd zijn, dat weet ik niet. Dan moet ik heel snel zijn. Heb ik iets? Oh, triple! Holy fuck, ik wil nog iets anders. Ik ben niet snel tevreden. Nou, ik krijg weer een shotgun. Ik heb nou 2 keer een shotgun en een sniper. Mag ik niks automatisch, maar wauw. Even serieus. Dat was wel een basiskill. Een basiskill, waren basiskills, meerdere. Dikke triple, man. Hoppakee, we hebben onze stalker. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen. Misschien stom, misschien heel stom, misschien niet. Misschien gaat hij niet dood, dat kan ook. En ik heb er maar 1 kogel. Dat is niet heel veel. En nu heb ik dus helemaal niks meer. Oh, zie dit jongens. Ik save die teammate, jongen. Ik ben echt gewoon...
Je bent gewoon Dr. Dennis of zo. Nee, dat klinkt wel stom. Sowieso dat we die er nog in houden. Nee, 6-0. En er zit hier iemand. Alleen ik vind het niet heel fijn. Oh, nice. Nice, nice, nice. Ik wil eigenlijk naar het midden toe, maar aan de andere kant eigenlijk ook weer helemaal niet. Ik weet niet wat ik wil. We moeten naar die volgende doos toe. Kijk wat erin zit. Dat was het laatste wapen. Oh, dat was close. Kan ik dit ding niet? Ah, dit is gewoon zo'n. Ik denk, die kan ik misschien switchen. Mijn rondje, weet je wel. Alleen rondje bij mijn knife, daarom zag het een beetje dom uit. 9-0. Hij zit hier boven. Hij zit daar te campen. Hopelijk verwacht hij niet dat ik eraan kom. Hij verwacht dat wel, want dat doet hij vaker. Zij zaten er met... Ik twijfel al. Zag ik nou dat ze er met z'n twee zaten te campen? Ik wist niet zeker. Yep, ze zitten er met z'n twee te campen. Ik weet niet wat die mensen dan willen bereiken. Dat weet ik echt niet. Daar word ik best wel mad om, dat ze klootzakken. En er zat er een in mijn rug. Ik weet niet, beneden of boven. Oh shit. Ik spande daar, man. Dat zaten ze allemaal. Hopelijk komen ze eraan. Ze komen er inderdaad aan. What the fuck? Is die kill gereeds kwijt? Oh, ik had een double kill. Lol. Dat wist ik niet. Ah. Ze meevallen. Hé, wat denk jij ervan? Wat spannen die mensen, joh. Oh, hij zit er boven, zat hij. Eerst even hier kijken. Toevallig weet ik dat er hier boven mij ook zitten. Nou, oké, we gaan weer terug. Daarboven zat iemand, daar ook. Maar het team heeft helemaal dood, denk ik. Er zat net wel iemand. Hey, hallo. Ik heb niet zoveel ammo. Daar ruimt ook nog. Ik heb nog maar 6 codes, dus ik moet naar dat ding toe. Dus nou even mensen kunnen mij kunnen helpen. Zou dat enorm anders zijn? Waarom loop ik ook echt aan deze kant? Ik loop precies in zicht, daar liep een enemy. 2 zelfs. Oh, fuck. Nou, ik heb nog maar 3 kogels. Snel, ik heb iets nodig. Geef me iets uit een kerstpakket. Oh, dit ziet er netjes uit. Ah, dit is een single shot. Serieus? Single shot. Ja, het bespaart wel veel kogels. Alleen, fijn is anders. Ik heb soms het idee dat dit ding niet heel goed reageert op single shot rifles. Oh, dat meen je niet. 6 kogels nog. Oké. Okay. Nou, nummer 3. Nou ben ik dus wel fucked. Nog 1 wapen in de kist. Die is voor mij geheid dat die voor mij is. En, wat? Hij verdwijnt. Oh, nou. Fijn, dank je. Ja, dit ding kan wel switchen. Die ik net had niet. Waarom zou je dan überhaupt... Zo'n andere nemen? Nou ja, fuck it. Oké, we gaan die kant op. Nou, weer een single shot. Wat is er met die mensen en die single shot rifles? 16-2. Potje is alweer bijna afgelopen. Ik kan echt niet begrijpen hoe je hier ooit heel veel kills kan maken. Hoppakee. Come on, come on. Ik weet dat je er bent, alleen niet in mijn zij. Die wist ik dus niet. Die wist ik echt niet. Oh, zoveel geluk, hè. Zoveel geluk. 17-3. Nou, hij valt niet tegen. Het zijn geen superscores, maar dat kun je niet verwachten van deze game mode, denk ik. Tum, 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 tum. Daar liepen wel enemies. Ja, dat er nou eentje voorbij komt rennen, gewoon precies raak. Nee, nee, jij niet. Oh, dat scheelde zo weinig. Holy fuck, als die raak was, jongen. Dat was echt gewoon... Dat was echt fucking mooi geweest, als die raak was. Maar nee hoor, het is niet raak. Er zit hier iemand boven mij. Ik wou even kijken dat hij daar zat. En daar zit hij inderdaad. En hoe hij daar op die rand kon lopen, op die paal. Ik dacht even, wat? Nou, het is afgelopen binnen 5 kills of zo. 15. Logisch is 75 kills, einde. Maar volgens mij is dat niet. No way. No. No, no, no. Waarom al die single shot rifles? Daar word je echt een beetje panisch van. Nee. Ah, oh, ik wist dat daar die enemy was, maar... Hoe konden wij zien? Ik kon die killcam zien. Nou ja, 18-5. Jammer dat ik uiteindelijk even 25 keer dood moet gaan. Maar ik hoop toch dat ze het leuk vonden. En de eerste match was wel een stukje beter dan de tweede. Het was op zich... De tweede was wel goed. Alleen op het einde ging ik even een paar keer dood. Het is wel een beetje jammer. Maar ik hoop dat je het leuk vond. Ik dacht van, we doen toch 2 matches. 1 is wel heel weinig. Dus ja, als je het leuk vond, laat een like achter. En dan zie ik jullie waarschijnlijk de volgende keer weer. Dus tot dan en houden we. Nee, 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 nee. Weg, rijden. Ik moest eigenlijk de andere kant af, hè. Dat was veel vetter geweest. Misschien kunnen we nog draaien. Nou ja, niet zo draaien. Dat is wel heel letterlijk draaien. Oké, fuck it. We gaan hier gewoon naar beneden. Of ga ik toch weer terug naar boven? Dat is wel cool als ik weer naar boven ga. Oh shit, niet ontploffen. Niet ontploffen. Woehoe! Jij hebt mij niet. Oh fuck. Hierboven.
Ook niet. Ik moet nog één keer op streaks. Dat is mijn taak. Eén langs mij. Ik zie dat ding kapot. Nee, ik wou dat ding kapot schieten. Ik krijg punten voor. Fuck yeah! Zo doen we dat. We gaan nou mieten. Oké, als ik nog even dat ding kapot krijg. Oh shit, enemies. Oh, streaken. Is dat ding kapot of niet? Dat ding is kapot. Woo! Oh shit, man. Ik heb al mijn streaks. Holy fuck. Call even dat ding in. Misschien dat ik eerst mijn andere chop moet pakken die ik zelf kan besturen.